De luchthaven van Antwerpen te Deurne bestaat 75 jaar. Reden genoeg voor minister De Croo om zich naar de vlieghaven te begeven en er bloemen neer te leggen bij het standbeeld van luchtvaartpionier Jan Olieslagers. Heel wat hoogwaardigheidsbekleders woonden de plechtigheid bij die gevolgd werd door een inleidend woord door de heer Melis, voorzitter van het inrichtend comité. Gastspreker, de heer Loneu, voorzitter van de Antwerpse Kamer van Koophandel, was opgetogen over de positieve houding van de regering tegenover Deurne. Hij overhandigde de gouden medaille van de Kamer van Koophandel aan luchthavencommandant Goos. Het plechtige gedeelte werd besloten met de onthulling van de gedenkplaat voor de vernieuwing van de gevel van het vliegveld. De genodigden werden tenslotte rondgeleid doorheen de nieuwe brandweerkazerne en bezochten de tentoonstelling van vliegtuigen op de luchthaven. Daarna begaf het gezelschap zich naar galerij Campo, waar ze opgewacht werden door minister Poma en burgemeester Koops. Hier werd een tentoonstelling geopend die aan de hand van honderden foto's en materiaal een historisch overzicht schetst van de Antwerpse luchtvaartgeschiedenis, dit alles onder het thema 75 jaar luchthaven.